Ja, ik sta al een verdiende over in mijn agent. Gedurende de uur hebben we het erg moeilijk gemaakt. Dat was ook de bedoeling natuurlijk, als tegenstander. We hebben dan wel wat kansjes gecreëerd en wel op zonder situaties. En we hadden dan ook schoppen. En dat was uiteraard heel goed gedaan, want hij en Kennedy blijven dan met 4 voorin staan. En dat bracht ook met zich mee dat we een aantal kansjes hadden leerd zelf, dat we die controle wel. En daarom bij het tweede doelpunt te vinden de kopjes een beetje naar beneden. Dus nu is dat degelijk weerwerk en het blijkt dan toch dat zij heel veel talent hebben. Ze hebben op Anderlecht ook een perfecte wedstrijd gespeeld. En nu gaan we zelf een doelpunt weg hier zelf. Ik vond dat heel erg gemakkelijk. En een tweede helft ook. Maar vooral dat tweede doelpunt was mooi. Het eerste doelpunt was een cadeau en geen verpakking, vond ik. Voor de rest, nadien, dan loop je achter de feiten aan. En dan weet je dat het moeilijk wordt. Dankjewel, Jos, zegens voor jou. En dan gaan we naar de andere kant van de perstafel. Heen van Haas, de coach van Agent, ook graag jou. Ja, we wilden winnen thuis. Dus ik denk dat we ook met die intenties begonnen zijn. Van ons heel goed beginnen in de eerste helft. Onmiddellijk volledige controle, een paar kantjes. Ik was helemaal niet tevreden over onze steeds van de fases, zoals ik kon zeggen, want we vallen gewoon als man. Dus één keer de bal die zich laat verrassen, en een keer de microvisie niet mee is, en dan nog eens iemand anders. En dat komen we eigenlijk goed weg, want ze krijgen daar twee kansen, denk ik. Dat zijn er maar meevalschoppers die gewoon binnen. Nu rolt hij toevallig in de handen van Jake een keer, of schoppers een keer juist naast. Dus ja, dat zijn zaken die je niet ziet. En wat er nog thans gezegd heeft over het gevaar. Niet alleen het feit dat ook een veel gestalte heeft, heel veel gestalte heeft. Niemand heeft zo veel gestalte als ook, denk ik. Maar ook omdat George daar wel veel werk van maakt en altijd wel. Overal waar hij geweest is, heel veel aandacht besteed aan die stress aan de basis. Dus mijn gasten waren verwittigd. Ik was dan ook niet tevreden over dat in aan de rust. Ik heb er echt wel heel nadrukkelijk op gewezen. Oké, de tweede helft was weer beter. Ze hebben nog een aantal corners en nog een aantal vrijschoppen, maar we zijn niet meer in de problemen geweest. We hebben veel beter opgelost. Voor de rest vond ik de start in de tweede helft niet goed, omdat wij te veel de lange bal hanteerden. De voetbalde niet meer uit van achteraan. Zelfs iemand als Nana, die het eigenlijk toch die kwaliteit heeft om aan de bal te spelen, dus daar heb ik mee boos genomen. En je zegt van oké, we moeten terug naar het voetballen gaan, hè, want dat is eigenlijk onze kwaliteit. Gelukkig hebben we dat gedaan. Met als gevolg dan een schitterend tweede doelpunt. Het eerste, ik kan begrijpen dat het zo ontgoocheld is, maar eerlijk gezegd, ik was ook ontgoocheld. Is er iets meer naar binnen shotten, hij schot naast de bal. Dus niemand kon er eigenlijk niks aan doen, want niemand verwacht dat er iets naast de bal was. Hij had er misschien dichter kunnen bijstaan, dat is het feit. Maar het was een gelukje voor ons. Het tweede doelpunt was wel mooi, het derde was ook mooi en het vierde was ook mooi. Ik moet alleen hebben we vergeten van tegen net te shotten. Dus uiteindelijk tevreden, maar je zag wel dat we het tweede doelpunt moesten scoren om de band te breken bij de tegenstander. Zolang het 1-0 bleef, bleef hij erin geloven. Op het moment dat wij dat weer doen, maakten, dan ging inderdaad een aantal kopjes naar beneden. En dan was het uitspelen voor ons was het een stuk makkelijker. Dus al bij al opdracht volbracht, 3 punten thuis gehouden en op naar een heel drukke periode met om de 3 dagen een wedstrijd.